Hey, hey. Zo. Nou, we gaan nu even de kleine witkopgier wegen. Dat doen we één keer per dag. De ouders in het begin wilden deze witkopgier niet heel goed voeren. Dus in de eerste paar dagen hebben we hem bijgevoerd. We zien dat hij 772 gram is. En dat is dan goed gegroeid. Wij hebben vanuit Blijdorp, Diergaarde Blijdorp, een kuiken binnengekregen. En twee gierenkuiken zelfs. En deze hebben wij hier bij pleegouders eronder gelegd. En met pleegouders bedoel ik dan twee koppels gieren. Een koppel rupelsgieren en een koppel witkopgieren. Hoe bijzonder is dat? Dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt niet iedere dag en ook niet ieder jaar. We gaan hem nu lekker met rust laten. Kunnen de ouders weer terug naar het nest toe en hem weer lekker warm houden. Echt, hier is toch aan de ene kant denken mensen heel vies. En aan de andere kant, als je ze dan van dichtbij ziet, zijn het toch wel hele mooie speciale dieren. Die een hele belangrijke rol hebben en dat laten ze dan ook zien. Nou ja, eigenlijk zijn het dieren die voorkomen dat er pandemieën uitbreken. Dat klinkt raar, maar ze ruimen de kadavers op. Als die kadavers blijven liggen, dan heb je weer bacteriën, virussen die kunnen verspreiden. Ja, en dat gebeurt dan niet, want er wordt gewoon opgegeten. Dus indirect voorkomen jullie misschien wel de uitbraak van een nieuw corona-achtig virus? Dat is wel heel groot gezegd. Maar op lange termijn, die gieren hebben wel die belangrijke rol in de natuur.